Kijk, en het hout gaat naar de verbrandingsoven, het ijzer gaat naar de schroothandel. Ja, en dan, wat je dan nog overhoudt is nagenoeg nihil. Vandaag zijn we te gast bij Raaimakers in Zomeren. Een echt familiebedrijf dat al meer dan 60 jaar actief is in de Peelregio. Het zuinig omgaan met materialen zit in het DNA van de onderneming van de familie Raaimakers. Sinds jaar en dag is het bedrijf namelijk bezig met het slopen en het duurzaam hergebruiken van materiaal. Daarom mogen zij zich met recht een duurzame koploper noemen. We volgen vandaag iemand uit alweer de derde generatie Raaimakers, Esther Raaimakers. Ik vind het toch wel heel fijn als je het persoontje kent achter de chauffeur of achter de machinist of achter iemand. Hè? En ik vind het dan ook wel heel gezellig om samen een kop koffie te drinken, dat je ook weet wat er speelt. Ja, ik denk toch dat dat ook wel heel goed is voor het bedrijf en voor de verhoudingen onderling en voor het ziekteverzuim. Hè? Dat je elkaar ook een beetje investeert in elkaar als het ware. Het hemelwater en het regenwater en het terreinwater, dat wordt opgevangen in die goten. Daarmee wassen wij weer onze betonmixers. Dat water wordt dan weer gezuiverd door de olie- en vetafscheider. En dat komt dan in een put terecht en dat wordt dan ook weer hergebruikt. Mochten betonmixers iets van beton over hebben wat net te weinig is om een betonblok of een betonpunt van te maken, dan wordt het uitgespoeld en uitgewassen. Het grind en het zand, daar wordt dan weer hergebruikt. En het water, daar zit dan nog cement in. Dat wordt zo verdund, dat wordt slurrywater genoemd, wordt apart gescheiden en dat wordt weer terugverwerkt in de beton. Dan ligt allemaal verschillende puin. Eigenlijk een kraan die gooit het in de breker. Vanuit daar wordt het eerste zand wordt er eigenlijk al in de voorafzeving wordt er daar uitgehaald. Dan wordt de puin echt helemaal gebroken. Vanuit daar wordt er door een machine wat wij zelf ontworpen hebben, wordt alle verontreiniging wordt er uitgeblazen. Dan komt de puin bij een magneet, die haalt het schroot en het ijzer eruit. En dan kom je bij verschillende mazen en dan kun je het soort granulaat kun je daarmee samenstellen of kun je voor kiezen. Kijk, en dan rolt het over de transportband, rolt het op een depot. Kijk, en het hout gaat naar de verbrandingsoven, het ijzer gaat naar de schroothandel. Ja, en dan, wat je dan nog overhoudt is nagenoeg nihil. Wij scheiden echt heel veel, ja. Ja, het is heel leuk als je er eenmaal in zit. Vroeger keek je daar heel anders tegenaan, want er waren altijd mensen bij ons thuis. Het was altijd druk, ons papa heeft ook altijd gewerkt, had ook echt geen hobby's. Maar als je er zelf eenmaal in zit en je zit in hetzelfde schuitje, dan ben je ook wel echt heel trots. Dan denk je, ja, je doet het toch maar met z'n allen. Ja, het is ook gewoon echt heel leuk. En dan heb je zo'n jubileum gehad afgelopen jaar. En daar hebben wij gevierd op de betoncentrale. Iedereen kent die betonsilo's en iedereen kent die betonmixers. Maar daarentegen het bouwcenter en het grondverzet en het transportbedrijf wisten heel veel mensen helemaal niet dat wij daar hadden. En alles stond daar heel mooi opgesteld. Ja, en dan is dat wel echt superleuk dat je dat kan laten zien. Ja, nou, mijn vader zou heel graag nog eens een heel delegatie zonnepanelen bij de betoncentrales willen hebben om in dat opzicht energie-neutraal te kunnen werken. En misschien ooit in de toekomst een breker die compleet elektronisch aangedreven is. Nee, dat zijn echt toekomstplannen. Het is er op dit moment gewoon nog niet. Dus we zien hoe dat gaat lopen, ja.